Eeuw, het Ibrahim, woi woi. Heel echte mannen, woi woi. Positiviteit, woi woi. Activiteit, woi woi. Negativiteit, woi woi. Geen tijd voor, woi woi. In wegen door, woi woi. Brain vlogs. Jawel, zijn ze papa gedisa. Jawel, mensen, hier zijn we weer met een gloednieuwe video, dames en heren. Voordat we gaan beginnen, vergeet niet te... Abonneren. Abonneren. Mensen, vandaag hebben we een hele speciale dag. Of niet, Bilal? Ja. Goed nadenken. Ronde Kles. Wat? Wat gaan we doen? Ronde Kles. We gaan naar Ronnie Fles. We gaan naar Ronnie Flex, dames en heren. En we hebben een verrassing voor Ronnie. Ronnie? Die heeft een... Een baby! En hoe heet die baby? Amon Mori. Nori! Ja! En dan hebben we een verrassing voor Ronnie, of niet? Ja. Gaan we dat aan Ronnie laten zien, of niet? Ja. Ben je klaar voor? Ja. Hey, wat moeten de mensen doen? Abonneren. Want wij zijn echte... Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... Liefde. En wij zeggen altijd... Onzelfde tijd. Positiviteit. Aarde. Aardwijsie. Nou, kom, gaan we de spullen snel pakken. En dan gaan we even Ronnie Flex. Ja, Ronnie Flex. We hebben weinig tijd over. Kijk, pak eens die grote tas daar. Dit is een speciale cadeau voor Ronnie. Die zetten we hier neer. Ronnie, komt jouw kant op, jongen. Ja. Ja. Ho. Laat nog niks zien. Alleen dit stuk. Ik krijg geen einde. Laatste. Oké. Nou, kijk je. Ik draag dit. En onze grote vriend Willem. Gaat het, jongen? Hoi. Ja. Oh jee. Kijk eens. Haar weer wel. Wat ga je doen hier, Tarzan? Jongen. Hoi. Ja, lekker. Kijk eens. Niemand heeft het ons gegeven, dus we pakken. Tot naar de dag, tot de dag dat we vallen. Alleen de fam, ja, we komen met z'n allen. Jawel, hier zijn we weer. We zijn er, man. Ja, man. Broer, griebelen. Hey, Maroni, yes. We hebben sowieso eerst een probleem wat we even moeten tackelen. Weet je wat het is? Ik hoorde dat jij voor Feyenoord bent, man. Dat is een probleem, hè? Hey, voor wie ben jij, Bilal? Ah ja. Hoe gaan we dit fixen dan? Te sportief blijven, toch? Maar je kan beter voor Feyenoord zijn. Maar hoe kan dat Feyenoord, man? Wordt er gewoon ingegoten, man. Ik denk net hetzelfde voor jullie. Van als jij Leiden komt van... Als je uit Leiden komt, of ik kom uit Capelle, dus omgeving Rotterdam, van joh, iedereen is voor Feyenoord. Ik kan me herinneren dat ik in groep 2 zat, dat mensen gewoon Feyenoord songs gingen optreden bij open, bij dat in de klas, als je een liedje mocht zingen en zo. Dus ja, het gewoon vanaf jongs af aan de ingegooid. En we blijven verliezen, maar we blijven staan ook. Is dat goed of niet, Feyenoord? Of Ajax? Ajax. Zeker mee. Ja, toch. Maar ik zeg je heel eerlijk, normaal is hij echt zenuwachtig, man. Of is hij normaal juist niet, maar nu juist heel erg. En hij is sinds zondag is hij al bezig met Ronnie. Wow, hey, man, is Ronnie lief of niet? Ja. Ja? Maar Ronnie is een echte? Echte man. Maar wij hadden vorige keer, zouden we een tijdje geleden afspreken. Ja. Toen dachten wij van oké, we gaan iets leuks voor Ronnie maken. Ik ben echt benieuwd wat jij ervan gaat vinden. Oké. Ga je die verrassing pakken? Maak hem maar open. Ik ben benieuwd, man. Oh, hey! Ronnie! Dankjewel, man. Lid kapot, lid, mag ik zien. Ja. Oh.
Wow, kijk hier. Dubbele flex. Hey, hoe vind je hem dan? Hey, kapot uit, man. Ja? Echt heel nice, man. Mooi. Ook mijn lievelingskleur, rood. Ja, man. Ik heb hem nog nooit in een rode uit. Rood is mijn lievelingskleur. Ik heb met een paar compagnons van mij, drie andere compagnons, waaronder Ricardo Verijn, die bij Ajax speelde. Maar we hebben een stichting opgezet, Stichting Elk Kind een Bal. Dus we doneren ballen aan kinderen. In Nederland, maar ook in het buitenland. Haiti, Brazilië, Lesbos twee keer al. Met onder andere Johnny de Mol. Dus wij dachten van, we gaan iets leuks voor jou doen. Dankjewel. Ze is natuurlijk een stuk ouder inmiddels. Ja. Maar ik denk dat er een handtekening van Bira op moet komen. Ja, sowieso. En die van jou? Ja. Laten we kinderen blij maken. Hey, die bal is alleen voor echte? Voor echte mannen. Echte mannen. Brian Vlogs. De eerste gesigneerde bal. Ik ga deze echt mooi signeren. Ik ga mijn naam echt opschrijven. Zo. R. Flex. Wat is deze gozer allemaal aan het doen dan, joh? Wat doe je binnen? Hey, hallo. Ho. Wat ben je aan het doen? Hallo. Je hebt wel een hele lange hand. Hey, rustig. Genoeg, hè? Hier, kom. Nee, joh, gek. Dan hebben we eigenlijk nog een stapel. En dan gaan we eigenlijk met allemaal bekende Nederlanders. Ja. Met straat op. En dan gaan we echt met Nori ballen. Door heel Nederland. Gaan we eigenlijk heen. Ja, man. Hey, dat is wel leuk, man. Dus, dit is gewoon de bal waarmee jullie het gaan doen. Ja, man. En het is echt gewoon kwaliteit. Het is 100% niet door kinderen gemaakt. Ja, dit is een serieuze situatie. Ja, man. Dus deze is sowieso voor jou. Thanks, man. En wacht, Bila, dan moet je deze ook voor me tekenen, man. Oh, ja, handtekening voor me erop zetten. Oké, genoeg. Genoeg. Ik kom jullie. Hey, kom. Kijk, is er nog iets voor jou, man? Ja. Maar hoe voelt dit dan, Ronnie? Om deze ballen te signeren. Ja, gewoon überhaupt signeren. Het blijft altijd mooi, man. Ik zeg eerlijk, ik blijf het altijd speciaal vinden. Soms heb je altijd mensen aan je vragen van, vind je dat niet vervelend? Om natuurlijk bekend te zijn dat mensen foto's vragen zo en dat soort dingen. Maar ik blijf het gewoon, voor mij voelt het elke keer alsof het nog het begin is. Ja. Hoe gaat het nu met de ontwikkeling van Klein Nori? Ja, gaat goed, man. Het is nu een jaar en een maandje bijna. En ze zegt een paar woorden. Wat zegt ze? Bloem. Boomba. Ik weet niet of dat best is, die Boomba. Boomba. Ze is ook echt gretig om te lopen. Dus dat gaat echt lekker, man. Ze houdt van eten, veel eten. En s'nachts slaapt ze s'nachts door? Ze slaapt s'nachts door, maar het probleem met haar is vooral om de inslaap te krijgen. Dat is ding wat ze. Ze wil niet. Ze vecht echt tegen de slaap. Elk moment van de dag wil ze wakker blijven. Als ze het gevoel heeft dat ze moet slapen, dan gaat ze huilen. Ja. Als ze wakker wil blijven. Maar heb je een speciale truc om haar aan het slapen te krijgen? Ja, ik heb. Heel grappig is aan het begin, wat ik aan het begin deed. Dus ze valt altijd in slaap in de auto, maar ik heb geen rijbewijs. Dus vroeger. Vroeger, gelijk al een maand geleden, belde ik gewoon soms mijn taxi en zei ik van, joh, hé broer, kom rij me even een paar rondjes door de buurt. En dan zei ik, en naast me viel ze in slaap in die taxi. Ik hoefde niet eens ergens naartoe, maar ik belde hem gewoon even om haar uit te laten slapen. Maar anders gaat ze gewoon echt niet slapen. En het is belangrijk dat ze ook de rust pakt. En wat is eigenlijk de reden dat je geen rijbewijs hebt? Ik denk dat ik het ten eerste van mijn vader heb. Mijn vader heeft nooit een rijbewijs gehaald. Mijn vader kan niet eens fietsen. Nee? Nee, hij kan niet fietsen. Hij doet niks van het. Hij is gewoon lopend en openbaar vervoer. Dus ik heb ook een beetje die. Dat is een beetje overgenomen. Maar ik ga binnenkort wel. Ik wil al lessen gaan pakken. Maar het is geen vrees of zo? Nee, nou ja. Ik denk dat ik gewoon weet van mezelf. Ik denk dat mijn vader dat ook heeft. Dat ik ben gewoon onhandig, man. Dus en ik heb best wel een zwakke concentratie of zo. Ik kan bezig zijn met het ene ding dan gewoon dagdromen. Bij ze van spreken, vrienden die me kennen en zo, ze tegen me praten. Dan, ze weten gewoon dat er momenten op de dag zijn dat je tegen mij kan praten. En dat ik je gewoon aankijk en dat ik eigenlijk gewoon heel erg anders zit. Ik zit ook een beetje in het onderwijs. Ja. En dan merk ik dat heel veel kinderen dat hebben. En dan worden ze vaak gezien als probleemkinderen. Ja. Of ze hebben lak overal aan. Weet je wel? Ja, ik snap het ook. Vroeger toen ik op de basisschool zat, was ik zo niet sociaal en specerig dat ze eerst dachten dat ik misschien naar een specialere school
moest gaan. Omdat ik er gewoon niet bij was. Maar ja, ja, ja. Waarschijnlijk is het dan omdat je het niet leuk vindt of zo. Want als, ja, je, als ik dingen doe die ik wel leuk vind, zoals muziek maken, ja, kan ik er gewoon, ja, langer mee bezig zijn dan dat de gemiddelde mens bezig is met iets. Met één hetzelfde ding. Ik kwam gewoon van de studio gewoon vanaf 12 uur daar zitten en dan gewoon tot 3 uur 's nachts daar zitten. Geen enkel probleem. Ik heb niet eens honger. Ik hoef niet eens te eten. Ik ben gewoon daar. Ik ben mijn ding aan het doen. Brian Vlogs. Ik zag wel, laatst had je er echt mee dat je je nummers niet op tijd erop had gezet. Ja, ja. Daar kan je echt mee zitten gewoon, hè? Ja, ik zit daar echt mee. Ja, zeker. Omdat, en dat, vooral die vaste fans, die mensen die me altijd steunen en altijd supporten. En dan zie ik altijd zoveel berichtjes van hun, van wanneer komt het nou en wanneer... En dat kraagt. Ook al heb ik de hele dag andere dingen te doen, dan zit dat toch, blijft in mijn, ja, achterhoofd. En vooral elke vrijdag, als ik dan zie dat iedereen zijn nieuwe clips uitbrengt en iedereen heeft zijn dingen uit, ja, dat elke, ja, ja, vrijdag... Ben ik chagrijnig, omdat ik denk van, damn, ik moet ook weer gaan, man. Maar we hadden het net al een beetje over, yeah, van, wat ik echt moeilijk vind is dat ik heb 2 kinderen. Yeah. Dus ik heb gewoon een gezinnetje en zo, en, maar ik kan het heel moeilijk combineren, man. Met het vloggen en werken? Nee, vloggen is gewoon eigenlijk een bijzaak voor mij. Het is gewoon 1 keer per week doe ik dat. Ja, oh ja, dus dat is gewoon chill. Maar ja, ik heb gewoon een bedrijf ernaast, ik doe, ja, gewoon dingen allemaal ernaast. En, ja. Maar ik kan het gewoon lastig combineren. Ja, ja. hoe krijg jij dat voor elkaar? Woensdag, zondag ben ik gewoon onbereikbaar voor alles. En dan, woensdag en zondag? Ja, dan ben ik met mijn dochter en dan... Dan zorg ik gewoon voor dat ik niks anders te doen kan hebben. Dus die dagen heb ik dat sowieso met haar. En dan probeer ik ook af en toe wat tussendoor een beetje tijd te prikken. Gewoon ga ik af en toe even langs bij haar of we gaan even snel. Ik en haar moeder en zij gaan wel wat eten of, ja, zo of wat dan ook. En dan vul je de tijd nog op. Maar ik doe het nog steeds. Dit is nog steeds. Ik zie nog steeds als ik haar bijvoorbeeld. Ik heb haar nu een dag niet gezien. Gisteren dan niet, eergisteren wel. En dan zie ik haar vandaag en dan zie ik dat ze me die knuffel aan het begin toch geeft. Ja, ze heeft, ja, me gemist, ja, je weet toch. En je wil niet dat je kindje mist, toch? Ja. Dat is pijnlijk. Dat is pijnlijk een beetje. En, mijn kind is nu 8, mijn zoon. Ja, en dat, mijn dochter dat, en dat nu... anders, hè? Ja, dat, dan zit je gewoon in de auto en gewoon, je hebt echt serieus gesprek met ze. Ja, van, wat, ja, wil je, ja, later? Ja. En dan gaan ze je ook allemaal vragen stellen. En ja, dat, vorige dat keer, vind ik gek, man. Broer, vorige keer, weet je wat mijn zoontje aan mij vroeg? We zaten in de auto, hij zat aan mijn papa. Ik zeg, ja. Hij zegt tegen mij, zit je nou te lachen dan, hè? Hij zegt tegen mij van, ben je liever op werk of ben je liever met ons? Ja, ja, ja. En oprecht, ik wist echt niet wat ik moest zeggen. Hij zegt, want ik ben liever altijd met jou. Ja, ja, ja. En dan, ja, word je echt confronterend. Dan word je echt gekomen, ja, precies. Snap je? Je gaat willen zeggen van, ja, tuurlijk ben ik liever met jou. Ja, maar de waarheid... Maar je stelt die vraag niet zomaar. Ja, dus ja, snap je? Ja, ja, ja. Dus dat zijn echt momenten dat je als ouder wel echt geraakt wordt. En dat snap je, ja, man. En dat, dan, ja. Maar het is... Dat is moeilijk voor me om te zeggen, maar ik weet gewoon, zeg maar, ik denk altijd in dat opzicht, denk ik van altijd van, jee toch, ik leef nu, ik ben nu hier zo op aarde en ik wil die zoveel mogelijk tijd wil ik met die kleine van me besteden en dat kan dan, ja, ten koste gaan van, ja, alles, je weet, ja. Als ik daar minder... Maar het is mooi, want als jij dat laat zien, ja, dat betekent dat wij, zeg maar, de kijkers dat overnemen. Ja, 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 ja. Snap je? Ja, dus, ja, dus, ja, ja. Dus je bent, daarin ben je echt een voorbeeld. Ja, dat is dope, man. Dankjewel, man. Dus, dat is een blessing. Ja, ja, ja. Nog 3. Wat zeg je? Nog 3. Oké, okay. Je kan dus wel tellen. Dat is als je niet kan tellen. Wat betekent succes voor jou eigenlijk? Wat is voor jou succes? Sinds ik een keer heb, stel ik die vraag nu aan mijzelf, zeg maar, van ja, wat is succes? Ja, weet je wat lauw is? Ik vind het lauw om op te treden en zo, van onder de mensen hier in het ziekenhuis te komen, dat die kleine kinderen zo, dat mensen blij worden zo, van je aanwezigheid en zo, ik denk dat... Maar staat op nummer 1, staat echt het, op het podium staan? Tel van studio, man, muziek maken gewoon, man. Als ik maar nu is dat wanneer je de nummer hebt uitgebracht, of is het echt gewoon in de studio en achter en... Ook. In de studio, wanneer je die pokoe voelt en je ziet van je mat, die zit in de back, zijn over, yeah, yeah. Oh, dit is het toch niet? Dat, die gevoel is niet te even. En als het dan nog online gaat en je ziet van online, je ziet ook van, klaar, mensen voelen het en zo. Het is een soort, het is bijna verslavend, man. Meer verslaving dan bijvoorbeeld als jij iets plaatst en dan de reactie afwacht van mensen? Dus als ik, ja, bijvoorbeeld iets gepost heb, ja, dat... Ja, jij zou het met je vlog hebben. Maar ja, dan als ik weet van, ja, gaat die trending of zo? Ja, ja, dan ben je kapot, Brian. Dan denk je van, ja toch. En dan komen we bij die volgende Tony en dan denk ik van... Is dit echt het? Ja, zeg maar, ja, 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 ja. Of wanneer die weer
wanneer die ding weer loezo gaat, wanneer je weer uit trending bent, moet je weer die volgende vlog aanmaken om het weer te gaan. Dan moet je weer... Dat is echt moeilijk, man. Dat is moeilijk, broer. Dat is echt moeilijk. Daarom denk ik van, broer, weten met die kinderen gewoon blijven, zoveel mogelijk. En dat is leuk aan de zijkant. Maar je gaat nooit die... Wanneer zijn we echt voldoening? Wanneer we wereld in hebben met miljard views of... ik weet niet, broer. Dan ben je misschien nog steeds... Het stopt niet, broer. Het stopt nooit. Ik ben gelovig en in mijn geloof is dat van, we zijn gemaakt om zeg maar constant meer en meer en meer te willen. Ja, dus er komt gewoon geen einde aan. Daarom. Want hoe oud ben je nu? 27, man. Top dat je dit zo voor elkaar hebt en uniek. Thanks. Zeker, it's a blessing, man. Absoluut, absoluut. Heb je het raak, ken je mensen in jouw omgeving met het syndroom vandaan of niet? Mijn oudere nicht heeft geen syndroom van Down. Ze heeft wel een geestelijke beperking. En ook een beetje fysiek of wat dan ook. En dat is mijn oudere nicht, dus ik heb... Ik ben opgegroeid met haar elke week, zelf de osso chillen, dit, dat. En op een gegeven moment was het wel een beetje moeilijk geworden voor de, om voor de te, voor, fulltime voor de te zorgen. Zo, dus toen ging ze naar een instelling. En dan gingen we daar op bezoek en dan... Oh, je ging ook? Ja, toch. Op de verjaardag gingen we daar even op bezoek, gingen we met die mensen daar chillen. Zo ben ik wel ook in contact met haar. Die vrienden en vriendinnen van haar, die instelling hadden dan... zaten soms gewoon wel met syndroom van Down. Wat vind je daarvan als je met hen in contact komt? Wat? Lief man, het is oprecht man. Het is net als kinderen voor mij, gewoon die oprechtheid en die liefheid. En ik vind dat mooi man, ik vind dat zijn eigenlijk de mensen die de wereld een beetje een soort van een mooiere en betere plek maken man. Absoluut. Je ziet ook van, dit is trouwens de tweede keer dat hij echt zenuwachtig is. Het is echt de tweede keer met Ziyech. Ja. En met jou, man. Ja. Maar normaal interesseert het hem echt helemaal niks. Hè, of niet? Sneaky? Hè? Hey. Ik ben ook extra fresh gekomen vandaag. Ik zei het al gelijk tegen hem, loef je drip vandaag. Ja, man. Brian Vlogs. Maar Rolla, echt diep respect dat je tijd van ons hebt. Dankjewel, geen probleem. Ik zit uit zich echt aan het woord gehouden. Ik kwam me tegen en sowieso, je kwam net van zeg maar s'nachts volgens mij werken. Ja. En s'ochtends gelijk die clip met Melly. Ja, klopt. En echt de hele dag en respect, je was ons niet vergeten. Nee. Uiteindelijk heb je gewoon aan je afspraak gehouden. Rolla, diep respect. Blessing. En dat hij rustig naast jou is en gewoon, gewoon met jou wil zijn, dat zegt wat over jou. Dat meen ik oprecht, man. Mooi om te horen. Dankjewel, man. Dankjewel, family. Dankjewel, man. Altijd, man. Ja, toch? Hé, Bruno, ga nog een beetje lachen. Ja. Jawel, man. Hier zijn we weer. Jawel, mensen. Hier zijn we weer. Ronnie, echt super, super bedankt. Meen ik oprecht. Dankjewel. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Geen probleem. Dankjewel. Thanks, Bruno. Ik hoop dat de mensen die in ieder geval kijken, die in ieder geval iets van opsteken. Het gaat mij niet om de muziek, maar het gaat in mij wat iemand doet. Om uiteindelijk op zijn manier aan de top te komen. Is dat als manager bij de Lidl, dan is dat zo. Als artiest of waar dan ook. Dus dit is denk ik een hele belangrijke les. Zeker weten, man. En vooral wees nederig en probeer alles eruit te halen, of niet? Wat moeten de mensen doen, Bille? Abonneren. Want wij zijn echte. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar? Liefde. En wij zeggen altijd? Positiviteit. Positiviteit. Arrivederci. Love, man. Blessing. Jawel, mensen, hier zijn we weer. Nog blijkt, dankjewel voor ballen. Jullie kan voor jou.